In deze video laat ik je zien hoe je jouw Google Workspace account koppelt aan Windows. Dit doe ik door het mailprogramma van Windows te openen. En zodra dat programma opent, hier op het tandwieltje te klikken, daarna op accounts beheren te klikken en vervolgens op account toevoegen te klikken. Daarna selecteer ik de optie Google in deze lijst. Vervolgens opent het inlogscherm van Google Workspace, waarbinnen ik kan inloggen met mijn mailadres. Ik voer je de gebruikersnaam in en het wachtwoord. En vervolgens geef ik toestemming voor het sturen en lezen van Gmail-berichten, je adresboek en je agenda. En dat doe ik door op deze knop te klikken. Vervolgens wordt me gevraagd wat de naam van de afzender is als ik via Windows Mail een e-mail stuur. Zodra ik dat heb ingevuld, klik ik op aanmelden. Het Google Workspace-account is nu gekoppeld met Windows Mail en ook met je agenda-app, die zie je hier. Dat zie je doordat deze agenda is gekoppeld met Windows Agenda. En mijn adresboek, die is ook gesynchroniseerd met Google Workspace. Nou, nog even een tip. Zodra je Windows Mail opent, dan kun je opnieuw op het tandwieltje klikken en de optie persoonlijke instellingen selecteren. Daarna kun je de kleur van je app veranderen. Je kunt aangeven of je de donkere of lichte modus wilt gebruiken. En je kunt aangeven of je het groot wilt weergeven, compact of normaal. Nou, als laatste geef ik nog de tip om de handtekening aan te passen, want eerlijk is eerlijk, dit ook nog niet echt professioneel. En zodra je dat hebt ingesteld, ben je klaar om te mailen via Windows Mail. Mocht je nou vragen hebben, laat het dan weten in de reacties hieronder. Ik wens je succes met het instellen van je mail. En vond je deze video nou nuttig? Laat dan een duimpje omhoog achter. Succes!